In dit deel gaan we na waarom het zo belangrijk is om aandacht te besteden aan druk die door machines op de bodem wordt uitgeoefend. De bodem is een dynamisch en functioneel systeem. Er treedt van nature verdichting op. Een hoop losse grond zet zich als gevolg van de zwaartekracht. Zware dikke bomen zorgen voor plaatselijke verdichting. Koeien en paarden trappelen de bodem dicht. Maar andere natuurlijke processen maken de bodem weer losser. Bomen waaien omver en rukken grote kluiten aarde omhoog. Uitwerpselen van grote grazers en dood hout doet de bodemfauna toenemen, die dan de bodem weer loswoelen. Het afwisselend nat worden en drogen of vriezen en ontdooien kan zwaar verdichte bodems weer losmaken. We weten allemaal dat strenge vorst zelfs het wegdek kan opbreken. Over voldoende lange tijd en grote oppervlakte bekeken, is het systeem in dynamisch evenwicht. Machines verstoren het dynamisch evenwicht. Bodemverdichting heeft de meeste impact op een bodem. Insporing is nauw verbonden met bodemverdichting en op natte bodems kunnen slippende wielen de bodemstructuur plaatselijk volledig vernietigen. Maar in tegenstelling tot planten en dieren laten machines geen dood hout of uitwerpselen achter die de bodem opnieuw helpen herstellen. In landbouwsystemen kan je desnoods de bodemstructuur herstellen. Je kan extra organisch materiaal zoals stalmest of compost inbrengen en diepploegen om harde lagen te doorbreken. In bos- of natuurgebieden kan dit natuurlijk niet omwille van de vegetatie. Daar kunnen bodems zich maar heel langzaam herstellen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld in zure bodems waarin weinig regenwormen en andere bodemfauna aanwezig is, is de schade onomkeerbaar. Toch is er in theorie altijd één kracht die verdichte bodems opnieuw kan losmaken. Water dat bevriest, zet uit en oefent een zeer hoge druk uit op alles wat in de weg zit. Die druk kan oplopen tot ongeveer 2100 bar, dus een druk van meer dan 2 ton per vierkante centimeter. Bodemcompactie kan bijna altijd worden doorbroken als de grond volledig bevriest en nadien weer ontdooit. Hoe langer het vriest, hoe dieper de vorst de grond indringt. Per grondsoort kunnen we de diepte berekenen als we de vorstindex kennen. Dit is de som van de gemiddelde temperatuur onder nul van alle opeenvolgende etmalen dat de temperatuur niet boven 0 graden Celsius komt. Het resultaat is de vorstindringingsdiepte of vorstvrije diepte. In Vlaanderen onder open veld gaat de vorst meestal niet dieper dan 60 centimeter. Onder bos is dit maar half zo diep. Om een gecompacteerde laag op 40 cm diepte onder een bos op leembodem, zoals het Soniewoud, te doorbreken, zou het dan ook 40 dagen en nachten aan één stuk minstens min 10 graden Celsius moeten vriezen, of 80 etmalen min 5 graden Celsius, of meer dan 6 maanden min 2 graden Celsius. Natuurlijk herstel van bodemverdichting dieper dan 30 tot 40 cm onder bos is in Vlaanderen quasi onbestaande. Vanaf de jaren 1950 verliep de bosexploitatie in Vlaanderen meer en meer gemechaniseerd. In de landbouw zien we een gelijkaardige evolutie. Gedurende enkele decennia vooraleer de impact zichtbaar werd en men begon te beseffen wat de omvang van het probleem is. Uit recent onderzoek kunnen we nu de gevolgen inschatten. In het Soniewoud bijvoorbeeld werd er vroeger tijdens de exploitatie vrij doorheen de bestanden gereden. Er kan nu lichte bodemverdichting worden vastgesteld op ongeveer 40% van de oppervlakte. Op 20% van de oppervlakte is er zware bodemverdichting. Het 3D-model van de inzet toont hoe in een proefvlak wortels van zaailingen tot 50 cm diep in de grond kunnen doordringen, maar op sommige plekken niet verder dan 10 cm geraken. Ook in de landbouw beseft men nu dat als je met een typische oogstmachineband en een typische wiellast over akkers rijdt, dit op 59% van de oppervlakte bijdraagt tot verdichting van de bouwvoer. De mechanisatie van natuurbeheerwerken begint zich pas heel recent door te zetten.
Mits de nodige aandacht kunnen daar problemen worden voorkomen. In tegenstelling tot in de landbouw is het bij het beheer van bossen en open natuur niet vanzelfsprekend om bodems te herstellen. Diepploegen of andere zware ingrepen zijn niet realistisch. Bodems moeten met zachtheid behandeld worden. Voorkomen van schade is mogelijk, genezen is extreem moeilijk.